Wij doen vandaag verschillende shoots met verschillende fotografen. Foto's trekken in de Lommelse Sahara. Ik vind eigenlijk dat dat heel mooi weer is en voor zo leuke foto's te trekken. Ik heb er wel naar uitgekeken naar vandaag, maar ik heb enorm veel stress om dat te moeten doen. Dus ik heb een klein beetje mijn slaap verlaten voor vandaag. Maar ik ben al een keer aan de buurt geweest, dus alles komt goed. In het begin was het een beetje onwennig om de juiste poses te vinden en om sierlijk te staan. Maar we krijgen heel veel hulp van de fotografen en van de begeleiders die mee zijn. En ze helpen nu wel ook echt, dus zo voel je op je gemak. Ik heb de meeste kleedjes en zo twee setten. Zo van een topje en een broek, dat zo bij elkaar past. En wat heb ik nog? Ja, vooral kleedjes. En ik heb echt al van een week ervoor poses op Pinterest gezocht, maar ik vond echt niks. Ik heb dus geleerd vandaag om in de juiste houding te staan, de juiste poses aan te nemen en nieuwe poses geleerd. Ik heb mijn make-up thuis gedaan en hier heb ik dan nog een beetje laten bijwerken. Het is mijn zus haar trouwkleed dat ik mee heb gepakt. Ik mocht van haar lenen en de rest vond ik gewoon goed voor deze mooi weer. Ik heb een trouwkleedje bij, ik heb een jumpsuit bij en een bikini.